Eerst aan de slag met padding. Dit is de ruimte om de content heen. Nou, tijdens deze opleiding gebruiken we vaak W3 Schools, omdat dit een geweldige online bibliotheek is voor front-end developers. Naast de uitleg over de verschillende CSS properties en values, hebben ze vaak ook een soort van sandbox omgeving onder de try it yourself buttons. Nou, ga naar de website W3 Schools over padding. De link staat in de PDF presentatie. Nou, als ik hier klik op try it yourself, dan zie je hier aan de linkerkant de HTML en de CSS en aan de rechterkant direct ook de output. Nou, als ik iets ga aanpassen, dan zien we ook direct het verschil. Dus dat maak ik hier 170 van, dan zien we een hele grote ruimte om de content heen. Nou, dit is dus de content en dit is de padding eromheen. Nou, ze hebben er ook nog een border omheen geplaatst, die gaan wij later ook behandelen. Nou, als ik klik op inspecteren op het element, dus ik heb nu inderdaad de div geselecteerd, waar dus rechtstreeks de tekst in staat, dus niet in nog een paragraaf, maar echt rechtstreeks in die div. Dus de content is dus dit stukje tekst. En als ik dan hieronder kijk, nou, ik zie hier dus weer die styling staan, die hier links ook staat. Maar ik zie inderdaad ook die 170 pixels aan padding aan alle kanten. Nou, het is zo, je kan verschillende hoeveelheden waarden intypen achter de padding. Dus ik kan hier ook nog een keer een ander getal typen, bijvoorbeeld 40 pixels. Dan zie ik dat de padding veranderd is. Dus ik inspecteer hem weer even. Dan zie ik 170, 170, 40 en 40. Dus voer je twee getallen in, dan krijg je dus bovenonder het eerste de eerste waarde en links en rechts de tweede waarde. Nou, je kan ook nog 3 en 4 getallen invoeren. Nou, gaan we straks allemaal mee oefenen. Wat ook nog kan, als we even teruggaan naar de hoofdpagina van W3 Schools over padding, dan hebben we hieronder ook nog een keer padding individual sites. Dus als we hier klikken op try it yourself, dan zie je dat je ook nog padding top, padding right, padding bottom en padding left of properties hebt. En dan kan je dus individueel ze apart stijlen. Dus wil je alleen aan de bovenkant iets hebben, dan doe je dus bijvoorbeeld alleen padding top. Klik even op run. Dan heb je dus alleen aan de bovenkant een padding. Dus dat kan voor alle kanten. Dus wil ik hem aan de onderkant hebben, doe ik padding bottom. Dan krijg ik ruimte aan de onderkant. En zo geldt het dus ook voor links en rechts. Uiteraard gaan we tijdens deze videoreeks ook bezig met coderen. Dus open Visual Studio Code. En we gaan daar een nieuw bestand aan maken. Nou, dat bestand gaat tijdens deze videoreeks steeds worden uitgebreid. Dus we gaan bezig met padding, margin, border. We gaan met position en display werken. Dus we gaan een nieuw bestand aanmaken. En die noemen we css-layout.html. Nou, uitroepteken tab, dat kennen we ondertussen. En in de body gaan we een header plaatsen. En na de header gaan we een main plaatsen. En daaronder een footer. Dus dan hebben we de 3 hoofdelementen die in de body geplaatst horen te worden. Nou, in die header gaan we werken met een container. En dat is gewoon een div met de klasnaam container. Ik noem hem een container, maar het mag natuurlijk ook een andere naam hebben. Maar die gaat er straks voor zorgen dat de pagina maximale breedte heeft. Dus niet dat die eeuwig groter wordt op grotere schermen. En dat die niet aan de zijkant komt. Dus dat aan de zijkant van het scherm altijd ruimte overblijft. En dat die in het midden geplaatst gaat worden. Maar dat gaan we doen met een combinatie van margin, max width en padding. Dus een gedeelte daarvan komt in de volgende video's. Maar in die div komt in ieder geval een H1. En daarin komt te staan CSS layout technieken. CSS layout technieken. En daaronder gaan we een div plaatsen. En die hoeft niet per se een klasse te hebben, maar het kan wel bijvoorbeeld. Nou, er komen buttons in. Button wrapper. En erin komen 2 buttons. Met daarop boxmodel, want daar gaan we mee bezig. Daar valt dus de padding, et cetera, onder. Een button met display. Display. En een button met met daarin position. Oké, top.
Nou, in die main komt ook van alles. En in de header komt nog één element. En dat is buiten die container, want die gaan we op een andere plek positioneren. En dat wordt een div. Nee, dat wordt een linkje, dat wordt dus een A. En die krijgt een klassennaam back. Ja, back gewoon. Daar hoeft er geen linkje in. Het is gewoon even om te oefenen natuurlijk met die positionering en zo. Maar dat zal dus een knopje zijn om terug te gaan naar een voorgaande pagina bijvoorbeeld. Go back. Nou, hebben we eerst even voldoende. We kunnen natuurlijk al padding toepassen op die H1. Dus dat gaan we doen. Dus we plaatsen nog even gewoon een style tag. En daarin gaan we die H1 selecteren. Dus met de tag naam. Nou, ik geef hem een achtergrondkleur. Die kopieer ik even. Die H1 krijgt dus een background color. En dat wordt een hexadecimale waarde. En dat is een blauwe kleur. Nou, wil je een andere kleur hebben en ken je niet hexadecimale waarden uit je hoofd? Je kan dan natuurlijk even naar websites gaan. Zoals Material Design, Google Colors. Of Cooler met C-O-O-L-E-R, als ik me niet vergis. Ik kan hem er even bij pakken. Cooler. Nee. Website Colors. Even kijken hoe je dat schrijft. Ah ja, coolers met een S erachter, .co is het. Nou, hier zijn heel veel kleuren. Je kan generators starten of je kan trending kleuren gebruiken. En daar heb je heel veel kleuren waar je gewoon op kan klikken en dan krijg je de hexadecimale waarde. Dus dat is een leuke website. Maar in ieder geval, wij gaan. Je kan ook trouwens gewoon op de kleur even de muis erboven houden. Kan je de kleur veranderen, kan je de kleur tinten veranderen en de helderheid en de donkerheid van de kleur. Dus maak een leuke kleur in ieder geval. Maar we hebben een background color en we gaan een padding toepassen. Van 80 pixels aan alle kanten. Command S of Ctrl S. En open het bestand even. Nou, ik zal hem even openen op mijn andere scherm even erbij pakken. Nou, we zien nu dat hij wel de hele regel in beslag neemt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het komt omdat de H1 zelf display blok krijgt. En dat neemt de hele regel in beslag. Nou, display gaan we straks bespreken. Dus dat komt nog aan bord. Maar dat zien we hier staan. En als ik dat wil veranderen, dan zou ik display... Nou, het zijn heel veel keuzes. Maar ik zoek dan inline blok. Dus deze gaan we even toepassen. De uitleg wat dat is, dat krijg je nog even later. Maar we zetten hem alvast op display inline blok. Oké. Nou, we hebben natuurlijk gezien dat wij meerdere waarden kunnen geven. Dus we hebben nu 80 pixels aan alle kanten. En ik wil dat niet aan alle kanten hebben. Ik wil aan de bovenkant wat minder ruimte en aan de linker en rechterkant juist wat meer. Dus die boven en onder krijgt hij 40 pixels en links en rechts 80 pixels. Nou, ga even kijken of dat werkt. Dus command S. Nou, dat werkt inderdaad. Dus dat is hartstikke goed. Nou, als ik terug ga, we kunnen natuurlijk ook meerdere waarden invoeren. We kunnen ook 3 of 4 waarden invoeren. Dan gaan we even kijken wat er gebeurt als we er 3 invoeren. Nu zien we aan de onderkant dus minder. Dus als we er 3 invoeren, en ik zal het element weer even bijpakken. Wat er dan gebeurt is het eerste element is voor de bovenkant. De tweede is voor links en rechts. En de laatste is dan voor de onderkant. Nou, we kunnen ook nog een vierde waarde meegeven. Nou, bijvoorbeeld 0 pixels. Command S. En wat er dan gebeurt is dat er aan de linkerkant die 0 pixels is. Dus de eerste is dan voor de bovenkant, de tweede voor de rechterkant, de derde voor de onderkant en de laatste voor de linkerkant. Dus dat gaat met de klok mee. Nou, dat zou je niet heel vaak gebruiken, 4 verschillende waardes. Wel vaak 2. En dat gaan we nu dus ook doen. Dus 40 pixels boven en onder en 80 pixels links en rechts. Dus we hadden ook kunnen doen padding top
En dan 40 pixels en dan padding bottom 40 pixels, padding left 40 pixels, padding right 40 pixels, of 80 pixels. Maar dat is natuurlijk een stuk korter. Nou, we hebben hier dus een padding aan toegepast. En we gaan ook nog even hierboven de container selecteren. Punt. Container, want dat is een klasse, dus een punt. En je krijgt ook een padding, alleen aan de bovenkant 0. En aan de linker en de rechterkant 80 pixels. Dus we gaan straks nog wel de maximale breedte bepalen, maar ik wil in ieder geval dat de content van mijn pagina nooit minder dan 80 pixels aan de zijkanten geplaatst gaat worden. Dus ik ga alles in een container plaatsen, dus straks ook in de main. Nou, we hebben een header en in die main gaan sections komen. Dus voor elk onderwerp, nou, we hebben er straks maar één, maar in ieder geval een section. En ik wil dus ook dat er aan de bovenkant en de onderkant van de header en ook van de sections altijd ruimte komt, zodat dus de sections en de headers niet allemaal tegen elkaar aan gaan plakken. Dus ik ga die header selecteren en ik ga een comma zetten, zodat ik ook nog iets anders kan selecteren. En dat wordt dan de section. Nou, je kan zo vaak een comma zetten als je wil en je kan ook een klasse selecteren. En je kan van alles selecteren gewoon met een comma ertussen. Nou, wij hebben er twee nodig en deze krijgt dus een padding aan de boven- en de onderkant van 100 pixels en links en rechts 0, want dat ga ik dus regelen met die container. Nou, ik ga dit opslaan en we gaan even kijken wat er gebeurt. Nou, alles schuift een stukje op, behalve die go-back, want die zit niet in die container. En als ik dan die header ga inspecteren, dan zit er dus ruimte, een padding aan de boven- en de onderkant, dus binnen het element, dus nog binnen de border. En in de main hebben we een section en die heeft ook ruimte, maar die heeft geen content. Dus die krijgt een padding aan alle kanten. Of aan de boven- en de onderkant, sorry. Dus het element zelf heeft een breedte, maar geen hoogte, want hij staat op display block. Krijgt dus de hele regel, wordt straks uitgebreid uitgelegd. Dus dat hebben we nu gedaan met padding. Nou, we hebben hier ook nog een button in. Die worden al een beetje gesteld, dus als ik die inspecteer en naar beneden gaat, dan krijgt hij van zichzelf al een padding. Alleen, ik vind hem niet heel erg mooi. Ik wil wat grotere buttons. Dus die buttons gaan we selecteren. Button. En die geeft ook een padding. En die wil ik aan de bovenkant en onderkant 8 pixels geven. En aan de zijkant een, nou, laten we zeggen 32 pixels. Dus lekker grote buttons. En die geven ook een achtergrondkleur, background color. En nou, dat kan, mag je zelf uiteraard weer een leuke kleur voor bepalen. Ik ga ze wit maken. White. En ja, dat is wel voldoende. En we gaan de header ook nog even een achtergrondkleur geven. Header. Background. Color. En dan kiezen we even hier eentje uit. Een beetje een lichtblauwe. Light cyan bijvoorbeeld. Zo. Nou, hebben we al wat grotere buttons, dus dat is al een stuk mooier. En we hebben een tekstje. Nou, misschien is het mooier om hier witte tekst van te maken, dus dat veranderen we nog even voordat we verder gaan. Color is dat, en dan white. Oké, top. Nou, we hebben al wat gespeeld met padding en we gaan straks verder met margin. Als we kijken naar borders op WTG Schools, waar je kan komen via de link in de PDF-presentatie, dan zien we eigenlijk aan de linkerkant al dat je heel veel mogelijk hebt met borders. Dus je hebt een breedte die je kan instellen, je hebt een stijl die je kan instellen, zoals we hier zien. Maar je hebt ook een kleur die je kan instellen. Nou, je kan het ook nog per kant kiezen wat voor stijl en kleur en breedte je hebt. En je hebt ook nog een korte notatie voor de stijl, de breedte en de kleur in één. Dus we gaan even gewoon bovenaan beginnen. En dan zien we hier heel veel voorbeelden van verschillende stijlen borders. Nou, als we klikken op Try It Yourself, dan zien we hier inderdaad hoe dat gecodeerd kan worden. Dus welke property dat is en welke value je dan mee kan geven. Nou, het ziet er misschien wat anders uit dan wij normaal gesproken coderen. Meestal ziet het er bij ons zo uit en dan hier een tapje. Maar zij hebben ervoor gekozen om dus alles elke keer op één regel te plaatsen.
Nou, de mogelijkheden zie je hier dus, dotted, dashed, solid en nog veel meer. Nou, meestal gebruik je solid, die andere zijn, ja, kun je ook gebruiken, maar die zijn wat minder populair. En dan heb je dashed en dotted wordt ook nog wel eens gebruikt. Maar dat zijn dus de stijlen die je kan gebruiken. Nou, je kan dus ook de breedte bepalen. Dus we hebben border style, maar je hebt dan dus ook border width. Dus dat kan je dan combineren. En dan krijg je dus nou, een dikkere rand met 5 pixels. Je kan dus ook medium gebruiken of thick. Maar pixels zijn de meest gebruikte waarden bij borders. Dus dat is de dikte. Dan kan je ook nog natuurlijk de kleur veranderen. Dus we hebben hier rood, groen, etc. Dus je kan hier een color value zoals we geleerd hebben gebruiken. Maar je kan hier ook elke andere soorten kleur values gebruiken. Zoals RGB of RGBA, etc. Nou, je kan het dus ook nog per kant stijlen. Dus bijvoorbeeld border, streepje top, streepje stijl. Dus dan doe je de linkerkant solid. Nou, dan kan je dus de rechterkant, heeft hij hier ook solid gedaan. En dan de bovenkant dus dotted. Ja, dotted en de onderkant ook dotted. Maar je kan dus alle waarden daar gebruiken. Dus je kan dus elke kant apart stijlen. Nou, dan heb je ook nog shorthand. En dat is dus eigenlijk gewoon het woordje border in plaats van border style en border width en color. Dus dan kan je dat in één regel in één keer aangeven. En dan geef je als eerste aan hoe dik die wordt, welke stijl die krijgt en welke kleur die krijgt. Dus dat kan je gewoon allemaal hier veranderen. Dus als we even naar die sandbox omgeving gaan en we veranderen het naar dotted. En we doen deze green en we maken hem 15 pixels. Dan zien we inderdaad alweer een heel groot verschil. Dus je kan hiermee je kan hiermee doen wat je wil. Dus nou, speel er even mee. Kijk dan elke keer even naar de waarden die je kan meegeven op de verschillende pagina's. En maak er dan even wat leuks van. Nou, je kan ook bij de shorthand dus ook nog een kant kiezen. Dus border-left. Dan kan je dus die drie waarden voor alleen de linkerkant meegeven. Dus je kan het ook daarmee dus overschrijven. Dus kunnen we even proberen. Dus als we hier gewoon eerst algemeen border selecteren. En die 12 pixels maken. Dotted en weer green. Maar dan hebben we dus de linkerkant overschreven. Dus dan is alleen de linkerkant dus die andere waarde. En de rest blijft dan hetzelfde. Dus daar kan je wat leuks mee doen. Nou, als laatste kan je ze ook nog afronden. En dat doe je met border-radius. Dat kan dus niet in die shorthand. Dus je kan dus hier niet achter ook nog eens iets plaatsen voor de radius. Maar zoals je ziet kan je hier dus een radius geven. Nou, even kijken wat ze hier ook hier hebben gebruikt. Nou, ze hebben hier een pixelwaarde, hier ook een pixelwaarde. Je zou ook hier een percentage kunnen plaatsen, bijvoorbeeld 50%. En dan wordt hij dus vanuit het midden 50% afgerond. Dus als dit een blokje zou zijn, dus dat kunnen we wel even aanpassen. Dus een vierkant blok die dus even breed als hoog is. Dan kan je er een mooie cirkel van maken. Of height moet het zijn. 400 pixels. En width ook 400 pixels. En dan hebben we een mooie cirkel. Nou, die tekst kan je natuurlijk in het midden gaan plaatsen. Maar het gaat even om dat je een cirkel kan maken. Dus als je een cirkel maakt, dat wordt bijvoorbeeld soms gebruikt als je een avatar hebt, dus een afbeelding, en je wil een mooie cirkel van maken, kan je dat dus hier mee doen. Maar dit is in ieder geval WTC Cools Borders en we gaan hier natuurlijk in onze Visual Studio Code ook mee oefenen. We gaan weer verder met het coderen in ons css-layout.html en dan gaan we de border toepassen. Nou, dat gaan we op één element doen en dat is de H1. Dus die heeft al een witte kleur qua tekst en een blauw-paarsige achtergrond. Nou, we gaan eerst verschillende dingetjes even proberen. We gaan even border left gebruiken. Nou, dus gaan we dus een shortcut gebruiken waar we dus die drie waarden in één regel kunnen toepassen. En dat is eigenlijk ook wat je het meeste gaat doen in plaats van alles los noteren. Nou, wij willen een rand hebben, een 4 pixels rand. En we doen eerst even solid. En we doen dan ook wit. Nou, gaan we even kijken hoe dat eruit ziet. Dus gaan we even verversen.
En we zien hier een wit randje. Nou, ik vind het niet heel erg zichtbaar, dus misschien is die wit niet een goede kleur. En hij mag ook wel wat dikker. Dus we maken hier gewoon 20 van. En we doen hier misschien een felblauwe kleur, dat wel goed is. Dus ik ga even een kleurtje opzoeken. Dus we doen even een hexadecimale kleur. Ik heb 71F8FF. En ik sla hem op. Ik ga weer terug naar de pagina. En nu hebben we een felle blauwe kleur. Dus dat zal misschien leuk zijn. Een randje ziet het wel vaker. Meestal dan wel met een witte kleur. Dus misschien is dit niet het mooiste. Dus daar gaan we gewoon even weer iets anders van maken. Dus in plaats van alleen border left gaan we even een rand aan alle kanten doen. En we maken hem dan 12 pixels. En we doen dan test. Nou, het ziet er apart uit. Ik vind dat lichtblauwe met die kleur misschien niet zo mooi. Misschien is gewoon zwart of bijna zwart mooier. Dus ik maak hier even 2-1, 2-1, 2-1 van. Ik sla hem op, Command S, Control S. En we hebben een leuke rand. Nou, wat je misschien wel is opgevallen is dat we altijd al een rand om de website hebben gehad. En dat sommige elementen ook eigen styling meekrijgt. Zoals de H1, die heeft een ruimte aan de onderkant, want hij heeft hier een margin, en ook aan de bovenkant. En we hebben ook helemaal niet zelf een rand ingesteld op onze buttons, en die hebben ook een border. Dus dat is misschien soms vervelend, dat de browser al styling meegeeft aan bepaalde elementen. Nou, dat kunnen wij overschrijven, en dat kunnen wij doen door alles te selecteren. En dat doen we met het asteriskje. Dus selecteren we alle elementen mee binnen onze documentstructuur. En dan kunnen we bijvoorbeeld naar border. En die hebben we nog niet behandeld. Maar dat is non. Uitzetten op alles. En we kunnen ook de margin uitzetten. En die zetten we op 0. En nou, misschien hebben sommige elementen een padding. Zetten we op 0. En dan kunnen we nog meer dingen overschrijven. Maar voor nu... En tijdens deze opleiding is dit voldoende. Dus deze drie dingetjes gaan wij vanaf nu altijd overschrijven. Omdat wij natuurlijk zelf onze styling willen bepalen. Dus nu zie ik geen ruimte meer tussen de H1 en de buttons. En ik zie dat die rand is weggegaan bij de buttons. Even kijken of er nog iets anders tussen zit. En ik zie ook dat die rand om onze pagina, dus om dat lichtblauwe heen, weg is gegaan. Dus we hebben bereikt wat we wouden. Speel nog even met de border. Misschien kan ook op de buttons een border toepassen als je dat wil. Maar we gaan straks dan verder met margin. Op W3 Schools is ook een duidelijke uitleg over margins. Nou, als we naar die pagina gaan, en de link staat weer in de PDF-presentatie, en op try it yourself klikken, dan zien we hier een element en die heeft een margin van 70 pixels aan alle kanten. Dus ook... net zoals bij padding zou je hier dus meerdere waarden kunnen invoeren. Dus als ik hier 100 pixels van maak en run, dan zal die dus, even kijken, 100 pixels past, krijgt hij natuurlijk niet meer, want zoveel ruimte is er niet. Ik maak even wat een kleinere hoeveelheid van. En dan heeft hij dus 10 pixels links en rechts en die 70 boven en onder. Nou, ik inspecteer hem en dan zien we het element en dan zien we inderdaad 70 10, 10 en 70 ook aan de onderkant en die border. Nou, de margin is dus aan de buitenkant van het element en dat wordt wat duidelijker als we hem ook een padding gaan geven van 40 pixels doen we even en een background color van blauw. Dan zien we dat die blauwe rand dus om het element zit, maar die margin er nog steeds daar weer omheen, dus buiten de border. Dus als ik hem inspecteer, dan zie ik inderdaad de content en dat is dus die tekst in die div. Dus die div krijgt de hele regel en dan de padding daar omheen en de margin daar weer omheen. Dus buiten de border zit die margin. En het voordeel daarvan is dat elementen dus niet tegen elkaar aankomen staan. Dus stel je voor, ik heb hier nog zo'n div, dus ik kopieer en plak hem even en ik run hem. Dan zien we dat hier ruimte tussen zit. En als ik die margin even wegknip, dan zien we dat de elementen tegen elkaar aan zitten. Dus die border, die groene rand, die zit tegen die groene rand van de volgende aan. En die margin is dus heel handig
om elementen van elkaar af te schuiven. We gaan weer verder met coderen en nu gaan we de margin toepassen. En ik wil natuurlijk ruimte aan de onderkant van die H1 hebben, dus we gaan ervoor zorgen dat er ruimte komt aan die onderkant, dus margin bottom. En dan gaan we 24 pixels doen, dus een redelijke ruimte aan de onderkant. Nou, die buttons wil ik ook niet dat die tegen elkaar aanstaan. En ik wil ook dat als het scherm kleiner wordt, dat in ieder geval ook onder de buttons ruimte komt. Dus niet alleen aan de zijkanten, maar ook aan de onderkant. Dus geef die buttons gewoon even een margin van 12 pixels aan alle kanten. En dan hebben we mooi ruimte ertussen. Dus we gaan even kijken wat er nu gebeurd is. Nou, we hebben ruimte aan de onderkant en we hebben ruimte om de buttons gekregen. Als we dit gaan inspecteren, dan is er misschien iets dat opvalt dat misschien een beetje vreemd is wat je niet verwacht. Even kijken, we hebben nu onderkant ruimte. En dat is die 24 pixels. En als we dan naar de buttons gaan kijken, dan hebben we ruimte aan alle kanten. Dus ze zijn mooi opgeschoven. Alleen wat je nu dus ziet, is dat hier een ruimte ontstaat. Die is niet meer mooi uitgelijnd met die H1. Dus dat is wat minder mooi, dus dat moeten we even gaan oplossen. Nou, die buttons zitten in een div, dus we hebben hier een div met de klasnaam buttonWrapper. En als we die dan gaan selecteren, dan kunnen we die ook een negatieve margin geven, want er zit nu dus 12 pixels ruimte verschil tussen die H1. Dus als we deze een margin geven van boven en onder 0, maar aan de zijkanten min 12 pixels, dan zou die dat weer recht moeten trekken. Even kijken of dat werkt. En hij trekt het inderdaad weer mooi recht. Dus deze geven een negatieve waarde om dat verschil van die 12 pixels aan margin weer recht te trekken. Nou, wat heel belangrijk is, is dat de content van de website een beetje gecentreerd wordt. En om dat te illustreren zal ik het gewoon even tijdelijk een background color geven. Oh. Color red. Die halen we straks weer af. En we doen de pagina met een max width van 1200 pixels. Dus we willen niet een hele brede pagina hebben. Nou, we zien dat die maximaal 1200 pixels is. Want dit scherm is natuurlijk breder dan 1200 pixels. En er blijft dan ruimte over. Maar we zien ook dat het rode vlak helemaal niet in het midden staat van onze pagina. En dat is natuurlijk niet erg handig. Dus we gaan het oplossen. En dat gaan we doen met een margin. En daar hebben we een handig trucje voor. Dus we gebruiken een margin boven en onder gewoon 0. Alleen aan de zijkanten weet ik niet hoeveel ruimte er overblijft. Want als ik het scherm kleiner maak, is die ruimte steeds minder. Dus ik kan niet een vaste waarde daarin voeren. En ik kan überhaupt geen waarde daarin voeren, want het verandert elke keer. Dus iemands anders scherm is groter of kleiner dan die van mij. Die heeft misschien een andere ruimte over. En als ik het scherm dus zelf ook verklein, dan blijft bij mij ook steeds minder of meer ruimte over. Dus dat moet automatisch worden berekend en dat doen we gewoon met auto. Nou, die auto staat nu voor links en rechts en dan gaat dus het aantal pixels dat overblijft, gaat hij uitrekenen en dat gaat hij netjes verdelen aan beide kanten. Dus command S, even versen en we zien dat hij netjes in het midden staat. Verklein ik het scherm, blijft hij ook netjes in het midden staan, totdat het scherm dus niet meer kleiner kan worden. En dan blijft dus wel elke keer die 80 of 60 pixels die we hadden ingesteld, 80 pixels aan padding blijft dus elke keer aan de zijkant over. Nou, wil je dat die 80 pixels ook meeschaalt afhankelijk van de grootte van het scherm, kan je natuurlijk ook een andere soort waarde gebruiken dan pixels. We kunnen hier bijvoorbeeld ook een VW gebruiken van 4 VW of misschien iets meer, 8 VW. Dan is dat dus 8% van de breedte van de viewport. Dus als ik het scherm kleiner maak, dan wordt die padding dus ook steeds ietsje kleiner. Oké, nou, we hebben margin op verschillende manieren toegepast. Hartstikke tof. We gaan die rode kleur natuurlijk weer even afhalen. Dus we hebben nu geoefend met de margin, met de padding en met de border. En in de volgende video gaan we nog wat elementen toevoegen en gaan we steeds deze technieken weer vaker gebruiken.
Oh ja, wat natuurlijk ook belangrijk is, is de manier waarop een element qua breedte wordt berekend. En dat was ik even vergeten. En maar dat gaan we even uittesten. En dat gaan we dan doen ook gewoon weer even op die H1. En die geven een width van 600 pixels. Dus hij heeft nu een vaste breedte gekregen. En als we die gaan inspecteren, dan zien we dat het element inderdaad 600 pixels is. Maar dan dat telt hij dus die padding niet bij mee. En dat is vervelend en ook niet echt standaard. En daar hebben we iets voor. Box sizing heet dat. Even kijken, komen we bij W3 Schools uit. En daar hebben we daar een hele duidelijke uitleg over. Dus neem die straks ook even rustig door, mocht je het niet in één keer begrijpen. Maar hier hebben wij dan twee verschillende divjes en zijn eigenlijk allebei 300 pixels breed. Dus we hebben allebei een waarde van 300 pixels, maar toch zijn ze niet allebei 300 pixels breed, wat natuurlijk een beetje vreemd is. En even kijken waar ze die box sizing dan hebben toegepast. Div 1, width over box sizing. Nou, gaan ze allebei even inspecteren. En dan zien we dat div 1 niks is toegepast. En bij deze ook niet. Oh, wacht even. Ze hebben allebei een padding, maar ze hebben nog helemaal niks toegepast. Dus we gaan het even aanpassen. Dus we geven ze allebei een padding van 50 pixels. We runnen hem en ze zijn nu allebei even groot. Maar nu ga ik op div 1... box sizing border box toepassen. En dan wordt die inderdaad kleiner. Het verschil is nu dus dat de padding wordt meegerekend. Deze is dus 300 pixels. Dus als we die padding aan de zijkanten eraf halen, is dat dus 2 keer 50 is dus 100. Dus dan is het element zelf 200 breed en dan komt die padding erbij. En is het totaal dus 300 pixels. Bij deze is het dus 300 pixels. Maar dan komt er dus nog 2 keer 50 bij, waardoor dit element dus eigenlijk 400 pixels breed is. Dus als ik hem inspecteer, dan zien we inderdaad de content is 300 pixels breed. En dan komt er nog 2 keer 50 aan de zijkanten bij. Bij deze is het dus anders. Hier is de content dan 198 pixels, want de border komt er ook nog bij. Hij heeft 1 pixel border. En dan 2 keer 50, dat is dus 148. Of 298, sorry. En dan komt er nog 2 bij, is die totaal ook 300. Dus dit is de content 300. Dus zonder box sizing border box is het dus de content die je een breedte geeft. En bij de andere is het dus de content plus de padding plus de border, maar niet met de margin. De margin is dus eigenlijk buiten ruimte buiten het element. Dus dat is box sizing border box. En eigenlijk is dat een standaard dat bijna op elke website gebruikt wordt. Dus dat is ook de manier waarop wij dat gaan doen. Het is veel makkelijker, want je geeft heel veel elementen een padding. Je wil het dan een bepaalde breedte geven, zodat elementen naast elkaar passen. Maar anders moet je dus elke keer een moeilijke berekening maken, de padding erbij optellen en dat er weer van aftrekken. En dan wordt het steeds lastiger. Dus box sizing border box gaan wij dus altijd gebruiken.